Bij de herdenking van 160 jaar afschaffingsslavernij op 1 juli 2023 moet het Nationaal Slavernijmonument worden onthuld. Dit is een streven van het Nationaal Comité Herdenking Afschaffingsslavernij en onderzoek naar de gevolgen van het slavernijverleden, die op 19 maart 2022 is geproclameerd. Op een vandaag gehouden persconferentie zei comitévoorzitter Johan Rooser dat er nu wordt gewerkt aan het ontwerp voor dit slavernijmonument. En dat zullen we dan samen doen in samenwerking met de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname, met wie we afgelopen week gesprekken hebben gevoerd en tot overeenstemming zijn gekomen over de werkwijze die we daarbij zullen hanteren. Het streven is in ieder geval om op 1 juli volgend jaar het Nationaal Monument te onthullen. Het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden wil ook dat vanuit een Surinaams perspectief onderzoek wordt gedaan naar de slavenhandel en slavernij. Dit zal moeten bijdragen tot een zo goed mogelijk herstel van het koloniaal verleden. Ook wil het comité dat er een leerstoel Surinaams-Afrikaanse geschiedenis, cultuur en ontwikkeling wordt ingesteld aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En daarbij is dus ook gevraagd dat de regering daarvoor middelen ter beschikking stelt. We kunnen niet blijven praten natuurlijk, er is heel veel gesproken, er valt heel veel te zeggen over de effecten van de doorwerking van het slavernijverleden. En daarom hebben we gezegd dat we moeten komen tot een programma voor welvaart en welzijnsontwikkeling. En dat heeft op de vlakken van economische, sociale, sociaal-maatschappelijke en de financiële positie om dus die van de nazaten van tot slaafgemaakte om die duurzaam te verbeteren. En hiervoor is er heel veel inspanning nodig om ervoor te zorgen dat wanneer er zo'n agenda is, dat de agenda ook kan worden uitgevoerd. Rooser geeft aan dat de agenda zal moeten worden uitgevoerd met zo'n breed mogelijk draagvlak. De regering, politieke en buurtorganisaties zullen daarbij worden betrokken. Volgens Rooser zal een ieder worden betrokken die een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de economische en sociaal-maatschappelijke positie van achtergestelde nazaten.